ze nu wel binnen zijn. Ik heb Maarten van Rossum nog niet gezien. Maar die komt misschien iets later. Ga beginnen, welkom. Vakmanschap. Op de ambachtsschool leerde mijn vader tal van zaken. Metselen, timmeren, elektro, een breed pakket. Echter op één richting wil ik inhaken. Dat was zijn passie, brood en banket. Bakker is hij uiteindelijk nooit geworden. Hij bleef steken bij bakkersknecht. Waar hij zwoegde, zweette en sjorde. Het waren lange dagen en het betaalde slecht. Over ambachten gesproken. Er is een grote behoefte aan vakmensen met twee rechterhanden. In de bouwnijverheid, de zorg en de techniek. Maar wil de jeugd de weg nog wel bewandelen van gezel tot leermeester? Kantooropleidingen waarbij de handen schoon blijven, hebben meer status en zijn populairder. De vakopleidingen van oudsher zijn steeds minder in trek. Studentenaantallen dalen, waardoor sluiting van opleidingen dreigt. En straks zijn er geen lassers meer die het ontstane kennislek kunnen dichten. Onze associatie met het woord bol moet zijn de beroepsopleidende leerweg en niet die winkel van ons allemaal. En eerder al bent u op 13 februari allemaal welkom op de open dag van de Techniekcampus. Want vakmanschap telt. De overheid gedraagt zich als een adelaar die de eerstgeborene de grootste stukken vlees geeft, waardoor de tweede kuiken het niet zal halen. Maar wij laten ons hier in de Noordkop en in Den Helder niet het nest uitkieperen. Allereerst timmeren wij al jaren aan de weg met bijvoorbeeld onze stedelijke vernieuwing en een iets recenter voorbeeld, een initiatief als Meetip. Politiek Den Haag, ga met ons omdenken. Deze regio telt. Tot slot, dames en heren, presenteer ik u een primeur met medewerking van bakkerij Dunselmans. Het is een combinatie van de Tom Poes en de Helderse boterharentjes. Het wordt vandaag geboren, het product. Het is de Helderse haringpoes geheten. En de Helderse haringpoes, die wordt straks de zaal ingebracht. Fantastisch. Kijk, dames en heren. Een Helders product. We gaan kijken wat hij doet op de markt. Ja, het is wel een moeilijk eten hoor. Ik ga mijn best doen om de aandacht weer naar mij te krijgen. Dank nu u. Leeft die nu zorgt alsof er geen morgen bestaat. Zullen we niet op de eigen vierkante meter blijven, niet zwijgen wanneer we onrecht zien? Misschien verder kijken dan deze generatie of een god die in zijn boekje anders heet dan die van haar? Applaus voor de jutter van dit jaar, dat is Jan Kikkert. Waar is Jan Kikkert? Probeer zoveel mogelijk Den Helder te promoten. Thank you.